Bij 1 op de 6 mannen met zaadbalkanker is de spermakwaliteit heel erg slecht. Dus ofwel zijn er geen zaadcellen of maar minimaal aantal zaadcellen in het sperma te vinden. Ik ben Marij Dinkelman. Ik ben uroloog. En ik houd me bezig met vruchtbaarheidsproblemen bij mannen. Kun je bijvoorbeeld denken aan zaadbalkanker, lymfeklierkanker en leukemie. Het je voort kunnen planten is heel erg belangrijk. En het is, het is heel confronterend op het moment dat je te horen krijgt dat dat niet kan. Dat is een prijs die soms betaald moet worden om te overleven. Als je bij bijvoorbeeld zaadbalkanker geconfronteerd wordt met afwezigheid van zaadcellen in je sperma, dus geen zaadcellen die je in kunt vriezen, dan kan je uit je aangedane, dus uit je zieke bal, toch proberen zaadcellen te halen. Dat kun je dan doen in dezelfde operatie waarmee je de zieke bal moet verwijderen. En je kunt dan op die manier toch zaadcellen verkrijgen die je kunt invriezen en op een later moment kunt gebruiken voor geassisteerde voortplanting. Het frustreert me als ik mensen langs krijg die waar eigenlijk niet gesproken is over vruchtbaarheid, of die een aanname hebben die niet helemaal klopt. En dan vind ik het fijn als bij ons in het Erasmus MC de zaken goed geregeld zijn en ik op het goede moment mijn steentje bij kan dragen aan de zorgvraag van die patiënt. Voor sommige patiënten kan het ook heel belangrijk zijn, ook al weten ze dat ze een ernstig ziektebeeld hebben, wat misschien ook niet te genezen is, om toch te praten over vruchtbaarheid. En dat kan voor de patiënt zo voelen, maar ook voor de partner. Dat komt ook regelmatig voor. Dat bijvoorbeeld de partner van een patiënt en de patiënt zelf besproken hebben, ook als jij er niet meer bent, dan zou ik toch graag willen weten, wat zijn dan mijn mogelijkheden? Kan ik moeder worden? En kunnen wij samen een kind krijgen van ons eigen biologisch materiaal? Ik vind het heel mooi aan mijn werk dat wij ervoor kunnen zorgen dat er kansen zijn die er niet waren als we ons niet zouden inzetten. Als ik dan de patiënt terugzie na een paar jaar die na zijn chemotherapie zijn behandeling heeft doorstaan en die vader is geworden met behulp van het ingevroren materiaal of met de ingevroren zaadcellen, dan geeft dat een geweldig gevoel. En alleen al de blik van de patiënt, dat je elkaar in de ogen kunt kijken en dat je weet van ja, dit was anders niet gelukt. Dit is echt op het juiste moment de juiste zorg leveren. En dat is geweldig.